Aan het einde van de eeuw van de vooruitgang ontbrandt de twijfel. Is het wel vooruitgang? De menselijke maat is niet meer de beperkende factor. Ik zie dit ook als een heilig doel. Dit is onze holy grail. Eén man wordt de voorman van het onbehagen. Hij was schrijver, psychotherapeut, arts, sociaal hervormer. Het was misschien wel de laatste homo universalis van Nederland. Hij bouwt aan een nieuwe samenleving. Dit is heel duurzaam. Dit staat voor 100 jaar en zijn bijhoud nog langer. En werkt aan de wereldvrede. Tot de oorlog komt. De naïviteit is bijna schrijnend als je weet wat er even later gebeurde. De ontdekking van de keerzijde van het moderne leven. Ga maar naar binnen en laat het op je inwerken. Nou, dankjewel. Wij weten nu al wat er mogelijk is en wat er over een jaar of 25 gewoon gevonden zal worden. Als ik het nu kan bedenken, dan kan het niet anders zijn dan dat het er over 25 jaar is. Denk nou eens even over die functionele contactlens die contact onderhoudt met jouw lokale datacentrum. Beelden kan projecteren op jouw netvlies. Jou van informatie kan voorzien over datgene waar jij op dat moment naar kijkt. Die iPhone heb je niet meer nodig. Die functionaliteit heb je gewoon ingebouwd. Of wie weet zitten we helemaal geïntegreerd in jouw blouse die je aantrekt. Dus elke dag trek je een andere mobiele telefoon aan. En als je niet bevalt en de kleur staat niet aan, dan trek je een ander aan. Dat had je niet gedacht. Nee, dat had ik niet gedacht, nee. Waar we aan bezig zijn, is dat je een pil slikt en dat je dan kan kijken of je darmkanker hebt bijvoorbeeld. En in die pil zit er dus een heel laboratorium. Dus hij haalt wat zeg maar, vloeistof uit je darmen en gaat dan meten of bepaalde afwijkingen in DNA zijn. En als dat zo is, dan gaat er een signaaltje van die pil bijvoorbeeld naar jouw mobiele telefoon en die geeft een seintje naar je huisarts. En dan kan je dus verder gaan voor onderzoek. Daarachter staat een bord Industrie 4.0. Waar gaan wij heen? Ja, wij gaan naar de industriële revolutie van de toekomst. En daar wordt gezegd, de computer die je voor $1000 kunt kopen, zal in 2035... het menselijk brein evenaren. Dan krijg je een heel bijzonder effect waarbij de computer in staat is om de volgende generaties computers te ontwikkelen. Dan krijg je dat het tempo van versnelling zelf weer in de versnelling komt. Want de menselijke maat is niet meer de beperkende factor. Het zijn de computers die hier keihard aan kunnen doorrekenen. En zij zullen steeds sneller worden, want daar zorgen ze zelf voor. Maar dan nemen de machines het over. Ook als een heilig doel. Dat is onze holy grail. Kansen. Het houdt niet op, de wereld staat nooit stil. In onze beleving zal dat de lichtsnelheid zijn. De vraag is, wat doen die robots met jou? Het zal ons niet loslaten. We maken het voor jou. Wij weten nu al wat er mogelijk is. De ontwikkelingen overkomen ons als het ware. Je ziet het niet. Is er wel. Is er wel. Is er wel. Je ziet het niet. Is er wel. Technologie, vernieuwing en vooruitgang, dat merkten mensen in de 19e eeuw al. De treinen, de trams, de machines, de vernieuwingen van de IJzeren Eeuw. Allemaal vooruitgang natuurlijk. En toch leek het leven er ook iets bij te verliezen. Eenvoud, rust, de menselijke maat. Bij alle mechanische vooruitgang leek de wereld zelf wel een machine geworden. En de mens daarin niet meer dan een radertje. Ontzield. Gevangen. De IJzeren Eeuw kreeg iets van een ijzeren kooi. Er heerste een verdovend geraas.
Overal rammelde, ratelde, stampte en dreunde het. Johannes zag alle hoeken der grote stad. Hoe het grote monster leefde, hoe het ademde en zich voedde. Hoe het in zichzelf verteerde en uit zichzelf weer opgroeide. Johannes, dat is de held van de kleine Johannes, 1887, van Frederik van Ede. Toen een jonge schrijver en in ons land een van de eerste die woorden gaf aan een gevoel dat je ook vandaag de dag heel goed kan bevangen. Een gevoel voor de onheilspellende keerzijde van de vooruitgang. Van Ede was een zeer veelzijdig persoon. Het was misschien wel de laatste homo universalis van Nederland, als je het zo kan beschouwen. Hij was dichter, schrijver, arts, psychotherapeut. Hij heeft dat hier in Nederland geïntroduceerd. Psychotherapie was een gebied wat onontgonnen was. Hè. Het was niet zo van, je sluit je aan bij een richting van psychotherapie. De hele term was nog onbekend. Sterker nog, men dacht in die tijd, de paar mensen die zich daarmee bezighielden, met geestesziekten, zoals het dan heette, die mensen die dachten dat het veroorzaakt werd door lichamelijk dysfunctioneren, een of andere ziekte die in het lichaam zat, hersenziektes of afwijkingen in het zenuwgestel. Zij was de eerste eigenlijk die de omgeving betrok bij het ontstaan van psychische stoornissen. Het is soms de wereld die je ziek maakt. Het is de wereld, het is de maatschappij, het zijn de mensen om je heen, het zijn je omstandigheden, het is de armoede. En vandaar ook later zijn belangstelling voor de omgeving. Het is nu gemeengoed geworden, maar voor die tijd was het revolutionair. Het was een unieke visie die pas decennia later door zijn vakgenoten zou worden overgenomen. Van Ede, baanbrekend psychiater van de generatie van Sigmund Freud, die hij ook kent. Even een proef op de som, nu ik er toch ben. Wij proberen onthaaste historische vertellingen te maken. Maar mijn eigen leven om dat te maken is een en al haast. Als ik zoals in de spiegel kijk, dan denk ik, vroeger konden die ogen gewoon open. Ik lees geen boek meer het laatste jaar. Ik zie geen televisie meer. En het idee van een ijzeren kooi, erg uit de tijd van Van Ede, ja, daar zit ik in. Microfoontje hier, telefoon, iPad, de dwang van de elektronica. Ik luister naar je. Ik probeer te kijken van wat is van belang voor jou? Wat vind jij nou ten diepste belangrijk? En dat sluit aan bij Van Ede. Want Van Ede die keek naar het leven wat geleid werd, wel een leven was, wat de persoon ook wilde. Het is wel ironisch dat zit ik hier bij een therapeut. Ja. En is het meteen handig voor een televisieserie. De psychiatrie was voor Van Ede nog maar één experiment om de wereld te verbeteren. Hij zocht verder. Wie was die vernieuwer met die eeuwige onrust? Bij bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam ligt de neerslag van zijn leven. Een ontzagwekkend archief. Van Ede schreef die dagboeken levenslang. Wat is dat voor behoefte? Dat is... Ik denk dat is een behoefte om zich te verantwoorden voor zichzelf. En ten tweede dat je het idee hebt dat je vrij uniek bent. Dat zat er al vroeg in. Ja, dat moest geregistreerd allemaal worden. Wat ik doe, dat is de moeite waard voor andere mensen. Dat moet op papier komen. Kijkt een beetje naar de buitenwereld mee, ja. Het is niet helemaal naïef. Hij had een zeer groot superego, een heel groot geweten, dat zeker. Hij zat voortdurend ook in conflict met zichzelf. En in de dagboeken kon hij als het ware zichzelf een beetje uitspreken, een beetje biechten ook. Twee etages lager bezetten studenten het pand. Een protest tegen het rendementsdenken dat moderne universiteiten van hun ziel dreigt te beroven. Een protest in de geest van Van Ede haast. En dan is er in het gebouw ook nog een samenkomst van het Van Ede Genootschap. Een mix van familieleden van de warme en de koude kant, Nederlandici en mensen die nog steeds geïnspireerd zijn door de ongrijpbare vernieuwing. Simon, dank. Ja, ik sta hier met dubbele loyaliteit plotseling, want ik ben ook student van de UvA. En zeer voor het protest dat gaande is, nu helaas ten koste van onze bijeenkomst hier. Onze tijd.
De grauwe steden dijen uit, eenvormig droeve bouw. De zwarte rook bevuilt het kruid der groenende landouw. Waar eens de blije leeuwrik steeg. In zuivere morgenlucht woelt het gore volk in straat en steeg. Vol stank en grof gerucht. Van Ede is voor mij eigenlijk gewoon inspirator. Hij lijkt denk ik heel erg op onze generatie. Wij zijn ook bezig met van alles en nog wat, idealistisch bevlogen. We zagen het vandaag met die maagdenhuisbezetters. Hij heeft van alles gedaan in allerlei genres. En kon eigenlijk niet kiezen, zo'n beetje zoals wij. En ik heb het idee dat hij daar uiteindelijk ook aan ten onder is gegaan. Wat is het voor een man? Literair begaafd, geïnteresseerd in de omgeving, geïnteresseerd in de wetenschap. Ook iemand die heel graag inderdaad aandacht trekt. Ook veel van vrouwen aandacht heeft gekregen altijd. Ook wel iemand die heen en weer zwalkt af en toe. Dan de ene keer weer heel erg hemelhoogjauchtend. En dan ineens weer het zoentode betrupt. Dat geldt ook voor hem. Hij is zwaarmoedig en dat lukt allemaal niet. En toch een man van grote daden. Ja. Hij kon de hooghartige zijn. En dan weer de deemoedige. Die wisseling van oprechtheid en aan de andere kant dat totaal weer negeren. Vandaar dus dat hij op veel mensen ook nooit een harmonische indruk maakte. Al die springerigheid, al die verschillende belangstellingen. Wat daarin is een constante? Wat blijft hem bezighouden? Hij was enorm geïnteresseerd in de wetenschap. Maar was ook enorm geïnteresseerd in het in het geestelijk leven, in de filosofie. Dat komt ook terug. Hij is een liefhebber van de natuur. Het buitenleven is erg belangrijk voor hem. En de stad is een verderfelijk element. Dat heeft hij ook verwoord in de kleine Johannes. Dat is een schitterende passage. Dat hij op een gegeven moment een beschrijving geeft van de stad. Ach, dat is zo netjes gekraft. De kleine Johannes. En zij kwamen in vuile straatjes, waar het strookje hemelblauw zo smal leek als een vinger en nog verduisterd werd door uitgespannen kleden. Daar krioelde het van mensen. Ze verdrongen elkaar, schreeuwden, lachten en zongen ook somtijds. In de huizen waren de kamertjes zo klein, zo donker en bedompt, dat Johannes nauwelijks durfde te ademen. Hij hoorde twisten en schelden en alle gezichten om hem zagen moede, dom en onverschillig. We moeten weg van die stad, zegt Van Ede. Terug naar de natuur. Bijvoorbeeld naar het Naardermeer. Hier loopt hij rond met Jacques P. Thijssen, voorman van de natuurbeweging van de late 19e eeuw en schrijver van al die mooie natuurboeken. Steeds meer mensen volgen hun voorbeeld. Wat zochten die mensen hier? Ja, ze zochten zuiverheid en verheffing. En ze wilde vluchten uit de vieze, jachtige stad. Met zijn criminaliteit en al die vieze mensen. Kijk, het is natuurlijk zo geweest dat heel lang die steden magneten waren voor mensen van het platteland. Die meer wilden van het leven, die welvaart wilden, die baantjes zochten. En dat werd in de stad opgebouwd. Maar zodra ze in de stad waren, in ieder geval de elite, begonnen ze te zwijmelen over het platteland. Een huis buiten, met een tuin, met theekopjes die rinkelen als je aan de theetafel op het terras zit. Mevrouw gaat zelf tuinieren. Dat had je daarvoor ook niet. Burgers hadden geen tuinen. Maar nu wordt opeens tuinieren een liefhebberij. Mensen als Van Ede en anderen keren zich aan het eind van die eeuw van vooruitgang dus af van de vooruitgang. Ja, ze keren zich af van de beschaving, maar dat kunnen ze doen dankzij de vooruitgang. Hè? Moet je niet vergeten, ze kunnen terug naar de natuur omdat er een fijne tram naartoe rijdt. En treinen. Bijvoorbeeld de tram naar het Gooi was vanaf 1871 in bedrijf, geloof ik. En dan begint opeens dat Gooi vol te lopen met kunstenaars en met intellectuelen. De fiets is dan ook goed op gang gekomen. Maar die is er vanaf 1864. En dat gaat heel snel. Dat is echt te vergelijken met de manier waarop het internet de afgelopen 20 jaar is geaccepteerd en in gebruik genomen door de mensen.
Zo maakt eigenlijk de beschaving het zelf mogelijk dat je je van de beschaving afwendt. Paradijs, hè? Het paradijs van de getemde natuur. Een heel eind 19e eeuw, lijkt me. Shall I be mother? Ja, graag. Hier in het Gooien, wat verandert er door de trek naar de natuur? Bot gezegd, de natuur verdwijnt. Want het wordt steeds voller. Er komen gewoon steeds meer mensen. En er worden dus terreinen die eerst natuur waren, worden door de villaparken en dergelijke in beslag genomen. Het is dus zelfs een zelfdestructieve beweging. Omdat datgene wat het mooiste is en wat zo gewaardeerd wordt, vernield wordt door degene die er zo van houden. Kijk, die villa's die werden toen gebouwd als een beetje lijkend op boerderijen. En dat vinden we nog steeds ontzettend aantrekkelijk eigenlijk, met die grote rieten daken en zo, en die rustieke asymmetrische muurtjes. Dat was toen heel geliefd. En het stond voor eenvoud, maar het is al heel snel eigenlijk voor weelde en luxe gaan staan. Het buitenleven met goud en glitter, dat is eigenlijk de laatste consequentie van die trek naar buiten die in de 19e eeuw is begonnen. We gaan een rondrit maken langs de villa's van bekende Nederlanders. We komen langs zo'n 60 locaties. En we gaan goed kijken of we er ook eentje kunnen spotten natuurlijk. Belangrijk bij zo'n tour. We zijn echt op safari. We komen zo bij het huis van de volgende zanger. Gordon kocht zijn huis in 1999 als soort recreatiebungalow. Had toen nog geen rietenkap. Hij had onder zijn huis een zwembad. Een 8-persoons bubbelbad in zijn tuin. Hier aan de linkerkant gelijk komt de woning van John de Mol. Ondergrond heeft hij een fitnessruimte, een zwembad, een bioscoopje schijnt hij daar te hebben. Een tv-kamer met heel veel tv's aan de muur die gewoon continu uitzenden, zodat hij idee kan opdoen. Aan de rechterkant Paul de Leeuw. En wat er opvalt bij zijn huis, dat er geen grote poort of hekken voor de deur staan. De woning van Dennis Bergkamp. Een huis van 14 miljoen euro. Het huis van Linda de Mol. Linda heeft haar landgoed gekocht in 1999 voor zo'n 6 miljoen euro. Daarna heeft ze het nog voor 1 miljoen laten verbouwen. Het is een monumentaal pand. En we kunnen het heel goed zien liggen vanaf de weg. Wonen in het Gooi. Frederik van Ede waagt de sprong in 1898. Hij koopt een leeg stuk grond bij Bussum. Voor een nieuw leven en liefst een nieuwe wereld. Walden gaat zijn nieuwe wereld heten. Naar de roman uit 1854 van de Amerikaan Henry Thoreau. Die woonde in een zelfgebouwde boshut aan het meer Walden Pond. Dit wordt de plek. 4 hectare groot. Midden in de Gooise natuur bouwt Van Ede hier een zelfvoorzienende gemeenschap. Op deze plek zie je niet veel meer. Hier is, dit is de grond waarop de Villa Kruisberger stond. Het hoofdgebouw van de kolonie Walden. We staan nu in de villa. We staan nu een beetje, ja, we staan nu bijna in de villa. Ja. Misschien wel bij de... Dit is het bomenlaantje, dat komt hier uit voor de villa. Ja, de oprit. Het was een groot wit gebouw met veel houtwerk aan de voorkant. Waarin kolonisten woonden die geen gezinnen hadden. Het moest dus een associatie worden van diverse kleine bedrijfjes. Ze moesten dus kunnen leven van hun eigen grond. En wat er dan een overvloed was, dat kon verkocht worden. Een tuinbouwbedrijfje zou er komen, een landbouwbedrijfje, bijenteelt, dat deed Van Ede zelf. Kassen kwamen er en een bakkerij. De bakkerij is uiteindelijk het grootste geworden. Veel van die gebouwen zijn er dus niet meer. Maar als we even lopen, vinden we toch ook veel terug. Nou, we lopen hier langs de uiterste zuidgrens van de kolonie Walden. Die weg was hier al? De weg was er al. Zandweg toen? Ja.
Dit is het eerste koloniehuisje van Walde. En later is het het bakkershuisje geworden. Het werd later heel groot. We hebben 16 bakkers gewerkt hier. Dat is een koloniehuisje van dominee De Koe. Een dominee op het terrein. Dominee op het terrein, een anarchistisch gezinde dominee. Dit is Hans Griek. Ja. Deze hut was van Kerry van Hoogstraten. Zij was boekhoudster op Walden. En je ziet toch wat boekenplankjes. Er moest wel gelezen worden. Ja. In 1901 kwam hier waterleiding. Maar dat wilde Van Ede niet hebben. Men was zelfvoorzienend. Hij wilde het gewoon niet. Een beetje eigenwijs. Leven in eenvoud. Los van de hectiek van de moderne wereld. Sinds Van Ede en zijn generatie is het een verlangen dat ons niet meer loslaat. In het Noord-Hollandse Bergen op een voormalig militair terrein ontstaat op dit moment een ecodorp. Ook weer een zelfvoorzienende gemeenschap. Hoe bouw je zo'n nieuwe wereld? Links is de kaart van hoe het was toen we hem kochten. Dan zie je de drie grote platformen met heel veel loodsen. En hier een entree met die twee dienstwoningen ervoor. Dus, we staan nu hier in dit gebouw. In het midden staan wij nu. Nou, eigenlijk zitten alle elementen in die wij voorzien. Dus hier gaan we wonen. Hetzelfde bouwen huizen. Dan komen hier gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld voor een winkel. Cursusruimtes. En hier... in het hart, het cultuurplein, waar openluchttheater kan plaatsvinden. Hier lopen als een bomkrater, hè? Dat zie je. Dus, hier is een bom ontploft en later weer dichtgemaakt. En daar ook nog één en daar nog één. Dus er zijn hier behoorlijk wat bommen gedropt. Het doet toch wel een beetje denken aan Walde van Ede. Ja, behoorlijk. Mijn ervaring is, het bouwen van een dorp is niet zo moeilijk, maar het bouwen van een gemeenschap, dat is lastig. Dus dat zijn we ook aan het leren. Gooien we alles in een pot en halen we eruit wat we nodig hebben. Dat zou mooi zijn. Of... dat is voor jullie hier ook nog een discussie? Ja, daar zijn we nog mee bezig. Kijk, ik kan zeggen, nou, iedereen moet zijn eigen broek ophouden financieel, maar ik kan ook zeggen, ook dat gaan we delen. Dus dat is ook voor ons nog uitvinden van hoe ver durven we daarin te gaan. Nou, willen jullie zelfvoorzienend worden? Maar waar ga je nou van leven? Ja, we gaan natuurlijk een aantal bedrijven opzetten. Een bouwbedrijf. De huizen die we zelf gaan bouwen, die technieken, die gaan we natuurlijk ook bij andere mensen gaan doen. Educatie wordt een heel belangrijke poot. Dus we hebben natuurlijk een prachtige plek voor natuureducatie. We maken natuurlijk hier producten op het land. Die worden verkocht. Dus en we eten ons eigen eten op. Dus het is produceren van het eten wat je dan niet hoeft te kopen. Hè. Dus je leeft niet zo duur. Precies. Wat is dit? Een hexagon. Een zeshoekig bouwwerk. Dus uit 6 wanden is hier een kleine modelwoning gebouwd. Dit staat voor 100 jaar en als je het bijhoudt nog langer. Dus dit... En hoe lang gaat het nog duren, denk je, voordat jullie in hexagonen wonen? Dan zouden dus binnen een jaar tijd voor een aantal mensen gewoon de woningen neer kunnen zetten. Wat is het nou mooier hè, dan je eigen huis te bouwen van materiaal die je zelf hebt geoogst? Zo, ertussen. En dan glijdt hij naar beneden.
de oprijlaan van Villa de Lely van Frederik van Ede en zijn vrouw Martha van Vloten. Hier woonde hij met zijn gezin. Hier had hij ook een studeerkamer. Het is een hele mooie villa. Lang gerekt, heel sfeervol. Hij woonde hier grotendeels, maar hij had ook een hut in de tuin. Dus af en toe dan werkte hij daar en heeft daar ook geschreven. Hij had dus een simpel hutje. Maar hij woonde ondertussen in een riante villa. Ja, en dat was ook een beetje gek. Het werd ook gek gevonden. Hij bedoelde het goed, maar hij wilde één met de andere zijn, maar hij was het toch niet. Hij had ook andere werk te doen, vond hij schrijven. Onder andere op reis gaan. Dus het was een dubbel leven wat hij leidde. Dat brak hem op den duur ook op en het werd hem ook kwalijk genomen door de kolonisten. Hij was er wel, maar hij was er niet. En zijn vrouw? Die hield zich afzijdig van de kolonie. Ze was wel een hele vriendelijke vrouw op de achtergrond. Maar ze nam geen deel. '98, kijk. Dus hij wil het leven vereenvoudigen. Ja, en niets mag lijken op de sfeer van de stad. En zoals hij het hier schrijft, teken ik daar ook voor. In de hut op Walde, goed weer, nog niet warm. 5 augustus 1898. In de hut op Walde. Goed weer. Nog niet warm. Ik word gestadig beter. Het beantwoordt alles hier aan mijn bedoelingen. Ik leef hier rustig en eenvoudig en voel mij dagelijks gezonder en vrediger. Geen slechtheid meer in me. Afstand van al die kleine prikkels. Dit is een momentopname. Even later is hij weer onrustig en is hij op zoek naar iets anders. En dat is de tragiek. Kijk, daar zit hij. Hij vindt ergens zijn bestemming en dan kan hij daar niet mee leven. Nee, het is een tweespalt. Het is voortdurend switcht hij heen en weer, ja. Slecht, zeg. Nee, hè? Hallo. Ah. Wat een heerlijk weer hebben we vandaag. Nou, geweldig. Hoi. Hans Goedkoop. Nou, fijn dat we langs mogen komen. Ja, gezellig. Wie woonde hier in de tijd van Walde? Hier woonde Truida Evers, de tweede vrouw, de latere tweede vrouw van Frederik van Ede. Het is hem toch? Ja, dat is hem. En dit is dit Truida? Dit is Truida. Zangeres, actrice, danseres, weet ik eigenlijk niet precies. Gelukkig echtpaar, als je het zo ziet. Ja, ik geloof het ook wel, wat ik erover heb gelezen tenminste. Maar een oordeel te vellen, hè? Over een huwelijk. Je weet het nooit. En nu heeft u hier op het terrein ook nog de hut. De hut staat er ook nog. En hij ligt een beetje verstopt. Ah. Oh, oké. Ga maar naar binnen en laat het op je inwerken. Nou, dank je wel. Dank je. Dit is de hut van de meester. Ja, dat is hem. Aan die schrijftafel moet u onder meer Van de Koele Meren des Doods hebben geschreven. Alleen hij stond niet op de oorspronkelijke plek. Hij stond oorspronkelijk in de tuin van de lelie. Bij de eerste vrouw Martha? Bij zijn eerste vrouw, ja. En toen hij gescheiden is in 1907 en hertrouwd met koloniste Truida Evers, toen is de hut hier naartoe verplaatst. Naar de volgende vrouw. Naar het huisje van de volgende vrouw, van zijn tweede vrouw. Martha zat even verderop. Ja. In een villa. Ja. En dan woonde hier een Truida en dan verhuisd van Ede. En je vergeet met nog iemand, hè? Betsy van Hoogstraten, zijn muze. Zijn platonische vriendin, die woonde aanvankelijk ook hier, vlakbij.
tegenover Marta. Het was een beetje veel. En die spanningen tussen eerste en tweede vrouw en vriendinnen, minnares en alles, daar genoot de hele gemeenschap van mee. Ja, en dat is ook een reden geweest, daardoor het in 1903 althans een tijdje helemaal niet goed ging. Omdat mensen toen merkten dat Van Ede echt heel serieus met Truida wat wilde. En er zijn een aantal kolonisten uit solidariteit met Marta vertrokken. En hoe functioneerde Van Ede als leider? Enerzijds goed. Zeker in het begin heeft hij geprobeerd om de boel allemaal netjes in het gareel te krijgen. Maar hij was ook bezorgd. Hij was de geldschieter. En toen heeft hij een aantal beslissingen genomen, eigenhandig, zonder de kolonisten daarin te kennen. En het was toch een min of meer anarchistisch georganiseerde groep hier. Wij wilden liever het heft in eigen handen houden. En dat zette kwaad bloed. We gaan nog even op het gras. Even energizen. Wil iedereen zitten? We gaan het hebben over de plek waar we tijdelijk gaan wonen. Het idee was natuurlijk in de bossen, naast de sloot. Naast de sloot. Op zich voelt deze plek heel goed voor mij. In de winter wil ik daar en in de zomer wil ik daar, want dan wil ik schaduw en dan wil ik winter. Ja, ik ben wezen voelen en ik heb mijn eigen plekje daar nog niet kunnen ontdekken. Wat ik heel mooi vond aan ons fysiek voelen wat de beste plek is, dat ook de verschillende verlangens naar boven kwamen. Mijn ervaring is dat ik me heel snel verlies in het gemeenschapsleven en het grote wij. Ik vind het echt fijn om tussendoor alleen maar bomen en paarden te zien, om dan weer echt met jullie te kunnen zijn. In Walde was Van Ede toch echt de grote leider. Op het goeroe-achtige af. Als hij nou het soort structuren had ontwikkeld die jullie hier hebben, was het dan anders gelopen? Ja. Ik denk het wel. Ja. Dat, voor mij miste hij dat. Hoe werk je samen? Ik vraag me af of hij bijvoorbeeld echt, of het hem lukte om echt, dus die mensen die hij wel aantrok, die op afkwamen, om daar echt mee te zijn. Gewoon samen gaan werken in de bakkerij. Hij miste, denk ik, die vaardigheden om het gewoon om het te gaan regelen, om het te gaan managen. Er zijn drie dingen die moet je goed regelen in een gemeenschap. Eén is je financieel-juridische kader, zeg maar. Je moet je financieel goed organiseren. Dan moet je echt aandacht besteden aan communicatievaardigheden. En een ander ding is dat je leuke dingen met elkaar doet. Als je die drie onderwerpen goed hebt geregeld, dan ga je succesvol zijn. En je ziet ook in andere ecodorpen een charismatische leider, die zie je er eigenlijk nooit. Want dan word je geen gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid. Nou, ja, het was een fijne bijeenkomst. Iedereen is gehoord en we zijn tot een besluit gekomen. Ik heb enorm genoten van het ervaren van dat het geheel meer is dan de som der delen. Gewoon heel efficiënt zonder huis. Dank jullie wel. Aho. Aho. Okay, ja. Zo, jongens. Als muren konden spreken, ja. Wat zouden ze hier vertellen? Nou, dan zou die wel, er zou een hoop verdriet, denk ik, uit de muren komen. Want 1907, toen was Walde eigenlijk net failliet gegaan. En het hele experiment was mislukt. Dus voor Van Ede geen prettige tijd. Waardoor mislukte Walde? Er zijn verschillende redenen voor. De grond was slecht. Hij wilde er landbouwgrond van maken, maar het was verarmde, verzuurde bosgrond. Dus daar moest een hoop aan gedaan worden. Er was altijd gebrek aan geld. Van Ede zat altijd omhoog. Er was onderling rumoer, oneenigheid tussen de kolonisten. En uiteindelijk, wat Walde echt de nek om heeft gedraaid, is het conflict met de bakkersgroep. Die waren wel succesvol. En die weigerden op den duur om geld af te staan aan de gemeenschappelijke kas van Walde. Daar hadden ze geen zin in. Toen zijn ze vertrokken. Een van de redenen waardoor Walde ten gronde is gegaan. Maar hij had in ieder geval een uitlaatklep. Oh, dat kan ik me zo voorstellen. Dat je dan dat in al die heibel, dat je denkt, jongens, ik ga weer schrijven. En iedereen zoekt het maar uit.
Een tijd van verdriet en vreugde. Scheiding en huwelijk. Mislukking en weer nieuwe plannen. Alles door elkaar, allemaal van Ede. Wie moet je zijn om zoveel tegendelen in jezelf te verenigen? Iets om voor te leggen aan Francisca van Vloten. Familie van Martha van Vloten, van Edens eerste vrouw. Zij neemt me mee naar het vroegere landgoed van de familie. Hof van Moerkerken, aan een stille zijtak van de Maas. Toen al een lustoord. Hier vond zelfs Van Ede af en toe rust. Kijk, hier is het kastje waar Van Ede erg graag zat. Toch ook een beetje een hut? Ja. Dat die man altijd dat soort hutjes opzocht. Ja. Ik heb begrepen dat als hij lezingen hield, dat hij dan als een heel charismatische persoonlijkheid overkwam. En hij had dan een enorme uitstraling, wist goed te vertellen. Waarschijnlijk een heel mooie stem. Hij zag zichzelf ook wel graag als een soort profeet. En ik denk dat dat ook wel vrouwen bekoord zal hebben. Kijk, dit water doet je toch meteen denken aan Van de Koelemeren des Doods. De roman. De roman. Van Ede heeft die in 1900 gepubliceerd en heeft deze plek gebruikt voor de roman. En vraag me af, Van Ede liep hier 130 jaar geleden rond. Als jij nu als hele late verre erfgenaam van Martha op hem terugkijkt, hoe beoordeel je die man met al zijn tegenstrijdigheden? Op verschillende manieren. Ik heb grote bewondering voor wat hij heeft geprobeerd te bereiken op sociaal gebied. Maar ja, de praktijk was vaak heel anders. En je kunt wel heel grote ideeën hebben. Maar je moet toch ook kijken naar wat in je directe omgeving gebeurt. En daar compassie en gevoel voor hebben. In bepaalde zaken had hij de fout bij zichzelf mogen zoeken. Dat hij probeerde het falen van Walde altijd in externe factoren te zoeken. En niet gewoon bij zichzelf. Dat soort dingen vind ik wel jammer. Je kunt ook met jezelf als centrum van de wereld, ik denk dat hij zichzelf echt wel zo zag, kun je ook proberen de wereld te verbeteren. ...17 mei 1906... Ik verlang naar een grote sfeer en vrijheid tot grote gedachten. Ik voel dat ik mij genoeg in kleinheid heb bewogen. En dat ik beter doe nu het grote in mij zijn recht te geven. Dat is mijn plicht. Na het failliet van Walde in 1907 blijft Frederik van Ede geloven in het bouwen van een betere wereld. Hij wil het eigenlijk alleen maar groter aanpakken. En kijkt over de grenzen heen. Daar ziet hij oplaaiend nationalisme en een nieuwe dreiging van de moderne tijd. Massavernietigingswapens. Maar tegelijk bloeit ook het ideaal van de wereldvrede. In Den Haag opent daarvoor in 1913 een droompaleis. Kijk. Hier was de opening van het Vredespaleis. Altijd raar om ergens uit te komen. Ja. Plek die je kent van televisie. Ja. Alle pacifisten waren daar natuurlijk bij elkaar. Van de wereld? Van de wereld, ja. En regeringsleiders. Het was een ongelooflijk project natuurlijk. Voor de naderende oorlog was er geen besef. De naïviteit waarmee men bezig was, dat is bijna schrijnend als je weet wat er even later gebeurde. Het was gewoon feest. Het was feest, ja. Eeuwigdurende vrede, wie weet. Eeuwigdurende vrede. En wat deed Van Ede in die tijd? In die onzekere, achteraf gezien zo gevaarlijke dagen voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog komt ook hij met een groot project. Om de wereldvrede te bewaren, dat spreekt, maar ook om de wereld verder te verbeteren. Hij stuurt brieven naar de grote intellectuelen van Europa. Schrijvers als Erich Gutkind en Upton Sinclair. Anarchist Gustav Landauer. Politicus Walter Rathenau. Filosoof Martin Buber. Van Ede wil hem bij elkaar brengen in een groep. De Fortekreis,
Een bloedbond van koninklijke van geest. Alleen, wat is eigenlijk het plan? Een goede vraag, ja. Wat is het plan? Hij kreeg in de antwoorden op zijn brieven kreeg hij voortdurend de vraag ook, ja, wat wil je nou precies, enzovoorts, hè? En, nou ja, dan antwoordt hij weer in wat vage bewoordingen. Maar ik heb het nagegaan dat al deze mensen die hij bij elkaar brengt enorme vereerders van Nietzsche zijn. En Nietzsche met zijn Übermensch, die qua intelligentie, qua gevoel intenser is dan wie dan ook. En de vermolmde oude tijd, die moet achter worden gelaten. Ik begin hem te voelen. En deze mensen zijn de voorafschaduwing van deze nieuwe Übermensch. Ja, ja. Het is natuurlijk enorm gehannes om ze allemaal bij elkaar te krijgen. Maar op een gegeven moment is het zover. Dan komen ze in juni 1914 bij elkaar in Potsdam, bij de paradeplaats, waar de militaire macht van Duitsland zich etaleert. En niemand van de intellectuelen beseft wat er in Europa dreigt. De Eerste Wereldoorlog is verschrikkelijk voor hem geweest. Alle contacten verloor hij met zijn internationale vrienden. Vrienden ontpopten zich als racisten, Duitsers tegenover Joden. Ze ontpopten zich als nationalisten, extreme nationalisten. En hij was verbijsterd, alle illusies kapot. En hij probeert dan het spiritisme te zoeken. En het gaat zelfs zo ver dat hij meent tijdgenoten van Jezus weer te kunnen ontmoeten. Het is een soort waanzin die hem overvalt, een spiritistische waanzin. Ten slotte bekeert hij zich tot het katholicisme, tot grote verontwaardiging van een aantal vrienden. Omdat hij in het verleden zich talloze malen tegenover het katholicisme had gesteld. Maar het was voor hem ook een verlossing omdat hij dankzij het katholicisme de biecht had. En alles wat hij ooit in zijn leven misdreven had en ooit wat hij nog zou doen, dat kon hij via de biecht kon hij kwijtschelding krijgen. En dat alles bij een man die altijd zoekende was geweest. Hij hield op met zoeken. Het was afgelopen, ja. Alle autonomie was verdwenen. Hij was alleen nog maar gepreoccupeerd met het kleine leven daar op Walden. En je ziet hoe zijn wereld steeds kleiner wordt. Die idealen die waren verdwenen. En langzamerhand zie je hem dementeren. Maart 1927. Ik ben zeer suf en dromerig. Elke morgen nog weer die nevelen over mijn geest. Ik kan niet meer optellen. Ik weet niet welke dag het is. Ik weet dat er een massa gedachten en neigingen in mij zweeft. Maar het komt niet naar voren. Soms voel ik het oude leven weer opduiken. Dan komt het vuile en sliert er weer overheen. Als een nevel die mijn gedachten weer opslorpt. Je ziet hem als een oude man door Walden sloffen. Datgene wat zijn grootste kolonie had moeten zijn, dat is nu nog toevluchtsoord voor een treurige oude man die geen vat meer heeft op de wereld. Moe, uitgeput, zich voorbereid op de dood. Frederik van Ede, de bouwer van een nieuwe wereld, raakt zichzelf kwijt tussen de brokstukken van de oude. De wereld die zichzelf haast tot vernietiging had gebracht, met dank aan de moderne technologie. Het was net waar Van Ede al van jongs af aan voor had gewaarschuwd, de keerzijde van de vooruitgang. Want de mens bouwt die technologie, maar houdt hij die ook in de hand? De 19e eeuw mocht met de Eerste Wereldoorlog dan voorgoed voorbij zijn, die vraag bleef. Want de vooruitgang bleef. Tot op de dag van vandaag. In die zin is de 19e eeuw van de vooruitgang helemaal niet zo voorbij. Kijk. We zitten er nog altijd middenin.
Krijgt u geen genoeg van de IJzeren Eeuw? Bekijk dan ook de 6 themanummers van het online tijdschrift. Speciaal voor desktop, tablet en smartphone met extra's, artikelen en bijzondere beelden. Kijk op ijzerenEeuw.nl. De complete serie terugkijken? Bestel dan de DVD-box met alle 13 afleveringen. In de webwinkels van NTR en VPRO. Uitgangen moet je niet vergeten. Ze kunnen terug naar de natuur omdat er een fijne tram naartoe rijdt. En treinen. Bijvoorbeeld de tram naar het Gooi was vanaf 1871 in bedrijf, geloof ik. En dan begint opeens dat Gooi vol te lopen met kunstenaars en met intellectuelen. De fiets is dan ook goed op gang gekomen. Maar die is er vanaf 1864. En dat gaat heel snel. Dat is echt te vergelijken met de manier waarop het internet de afgelopen 20 jaar is geaccepteerd en in gebruik genomen door de mensen. Zo maakt eigenlijk de beschaving het zelf mogelijk dat je je van de beschaving afwendt. Paradijs, hè? Het paradijs van de getemde natuur. Een heel eind 19e eeuw, lijkt me. Shall I be mother? Ja, graag. Hier in het Gooi, wat verandert er door de trek naar de natuur? Bot gezegd, de natuur verdwijnt. Want het wordt steeds voller. Er komen gewoon steeds meer mensen. En er worden dus terreinen die eerst natuur waren, worden door villaparken en dergelijke in beslag genomen. Het is dus zelfs een zelfdestructieve beweging. Omdat datgene wat het mooiste is en wat zo gewaardeerd wordt, vernield wordt door degene die er zo van houden. Kijk, die villa's die werden toen gebouwd als een beetje lijkend op boerderijen. En dat vinden we nog steeds ontzettend aantrekkelijk eigenlijk, met die grote rieten daken en zo. En die rustieke, asymmetrische muurtjes. Dat was toen heel geliefd. En het stond voor eenvoud, maar het is al heel snel eigenlijk voor weelde en luxe gaan staan. Het buitenleven met goud en glitter, dat is eigenlijk de laatste consequentie van die trek naar buiten die in de 19e eeuw is begonnen. We gaan een rondrit maken langs de villa's van bekende Nederlanders. We komen langs zo'n 60 locaties. En we gaan goed kijken of we er ook eentje kunnen spotten natuurlijk. Belangrijk bij zo'n tour. We zijn echt op safari. We komen zo bij het huis van de volgende zanger. Gordon kocht zijn huis in 1999 als soort recreatiebungalow. Had toen nog geen rietenkap. Hij had ondershuis een zwembad. Een 8-persoons bubbelbad in zijn tuin. Hier aan de linkerkant gelijk komt de woning van John de Mol. Ondergrond heet hij een fitnessruimte, een zwembad, een bioscoopje schijnt hij daar te hebben. Een tv-kamer met heel... Het is een hele mooie villa. Lang gerekt, heel sfeervol. Hij woonde hier grotendeels, maar hij had ook een hut in de tuin. Dus af en toe dan werkte hij daar en heeft daar ook geschreven. Hij had dus een simpel hutje, maar hij woonde ondertussen in een riante villa. Ja, en dat was ook een beetje gek. Het werd ook gek gevonden. Hij bedoelde het goed, maar hij wilde één met de andere zijn, maar hij was het toch niet. Hij had ook andere werk te doen, vond hij. Schrijven, onder andere. Op reis gaan. Dus het was een dubbel leven wat hij leidde. Dat brak hem op den duur ook op en het werd hem ook kwalijk genomen door de kolonisten. Hij was er wel, maar hij was er niet. En zijn vrouw? Die hield zich afzijdig van de kolonie. Ze was wel een hele vriendelijke vrouw op de achtergrond.
Maar ze nam geen deel. '98, kijk. Dus hij wil het leven vereenvoudigen. Ja, en niets mag lijken op de sfeer van de stad. En zoals hij het hier schrijft, teken ik daar ook voor. In de hut op Walde, goed weer, nog niet warm. 5 augustus 1898. In de hut op Walde. Goed weer, nog niet warm. Ik word gestadig beter. Het beantwoordt alles hier aan mijn bedoelingen. Ik leef hier rustig en eenvoudig en voel mij dagelijks gezonder en vrediger. Geen slechtheid meer in me. Afstand van al die kleine prikkels. Dit is een momentopname. Even later is hij weer onrustig en is hij op zoek naar iets anders. En dat is de tragiek. Kijk, daar zit hij. Hij vindt ergens zijn bestemming en dan kan hij daar niet mee leven. Nee, het is een tweespalt. Het is voortdurend switcht hij heen en weer, ja. Niet slecht, zeg. Nee, hè? Hallo. Ah. Wat een heerlijk weer hebben we vandaag. Nou, geweldig. Hoi. Hans Goedkoop. Nou, fijn dat we langs mogen komen. Ja, gezellig. Wie woonde hier in de tijd van Walde? Hier woonde Truida Evers, de tweede vrouw, de latere tweede vrouw van Frederik van Ede. Het is hem toch? Ja, dat is hem. En dit is dit Truida? Dit is Truida. Zangeres, actrice, danseres, weet ik eigenlijk niet precies. Gelukkig echtpaar, als het zo zit. Ja, ik geloof. Vaardigheden. En een ander ding is dat je leuke dingen met elkaar doet. Als je die drie onderwerpen goed hebt geregeld, dan ga je succesvol zijn. En je ziet ook in andere Eckendorpen een charismatische leider, die zie je er eigenlijk nooit. Want dan word je geen gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid. Ja, het was een fijne bijeenkomst. Iedereen is gehoord en we zijn tot een besluit gekomen. Ik heb enorm genoten van het ervaren van dat het geheel meer is dan de som der delen. Gewoon heel efficiënt zonder huis. Dank jullie wel. Aho. Aho. Okay. Ja. Zo. Yeah. 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 Ja, jongens. Okay. Als muren konden spreken. Ja. Wat zouden ze hier vertellen? Nou, dan zou die wel, er zou een hoop verdriet, denk ik, uit de muren komen. Want 1907, toen was Walde eigenlijk net failliet gegaan. En het hele experiment was mislukt. Dus voor Van Ede geen prettige tijd. Waardoor mislukte Walde? Er zijn verschillende redenen voor. De grond was slecht. Hij wilde er landbouwgrond van maken, maar het was verarmde, verzuurde bosgrond. Dus daar moest een hoop aan gedaan worden. Er was altijd gebrek aan geld. Van Ede zat altijd omhoog. Er was onderling rumoer, oneenigheid tussen de kolonisten. En uiteindelijk, wat Walde echt de nek om heeft gedraaid, is het conflict met de bakkersgroep. Die waren wel succesvol. En die weigerden op den duur om geld af te staan aan de gemeenschappelijke kas van Walde. Daar hadden ze geen zin in. Toen zijn ze vertrokken. Een van de redenen waardoor Walde ten gronde is gegaan. Maar hij had in ieder geval een uitlaatklep. Oh, dat kan ik me zo voorstellen. Dat je dan dat in al die heibel, dat je denkt, jongens, ik ga weer schrijven. En iedereen zoekt het maar uit. Een tijd van verdriet en vreugde, scheiding en huwelijk, mislukking en weer nieuwe plannen. Alles door elkaar, allemaal Van Ede. Wie moet je zijn om zoveel tegendelen in jezelf te verenigen? Iets om voor te leggen aan Francisca van Vloten, familie van Martha van Vloten, Van Edens eerste vrouw. Zij neemt me mee naar het vroegere landgoed van de familie,
Hof van Moerkerke, aan een stille zijtak van de Maas. Toen al een lustoord. Hier vond zelfs Van Ede gemeenschap van mee. Ja, en dat is ook een reden geweest, daardoor het in 1903 althans een tijdje helemaal niet goed ging. Omdat mensen toen merkten dat Van Ede echt heel serieus met Truida wat wilde. En er zijn een aantal kolonisten uit solidariteit met Martha vertrokken. En hoe functioneerde Van Ede als leider? Enerzijds goed. Zeker in het begin heeft hij geprobeerd om de boel allemaal netjes in het gareel te krijgen. Maar hij was ook bezorgd. Hij was de geldschieter. En toen heeft hij een aantal beslissingen genomen, eigenhandig, zonder de kolonisten daarin te kennen. En het was toch een min of meer anarchistisch georganiseerde groep hier. Wij wilden liever het heft in eigen handen houden. En dat zette kwaad bloed. We gaan nog even op het gras. Even energizen. Wil iedereen zitten? We gaan het hebben over de plek waar we tijdelijk gaan wonen. Het idee was natuurlijk in de bossen. Naast de sloot. Naast de sloot. Op zich voelt deze plek heel goed voor mij. In de winter wil ik daar en in de zomer wil ik daar. Want dan wil ik schaduw en dan wil ik winter. Ja, ik ben wezen voelen en ik heb mijn eigen plekje daar nog niet kunnen ontdekken. Wat ik heel mooi vond aan ons fysiek voelen wat de beste plek is, dat ook de verschillende verlangens naar boven kwamen. Mijn ervaring is dat ik me heel snel verlies in het gemeenschapsleven en het grote wij. Ik vind het echt fijn om tussendoor alleen maar bomen en paarden te zien, om dan weer echt met jullie te kunnen zijn. In Walde was Van Ede toch echt de grote leider. Op het goeroe-achtige af. Als hij nou het soort structuren had ontwikkeld die jullie hier hebben, was het dan anders gelopen? Ja, ja. Ik denk het wel. Ja. Voor mij miste hij dat. Hoe werk je samen? Ik vraag me af of hij bijvoorbeeld echt, of het hem lukte om echt, dus die mensen die hij wel aantrok, die op afkwamen, om daar echt mee te zijn. Gewoon samen gaan werken in de bakkerij. Hij miste, denk ik, die vaardigheden om het gewoon om het te gaan regelen, om het te gaan managen. Er zijn drie dingen die moet je goed regelen in een gemeenschap. Eén is je financieel-juridische kader, zeg maar. Je moet je financieel goed organiseren. Dan moet je echt aandacht besteden aan communicatievaardigheden. En een ander ding is dat je leuke dingen met elkaar doet. Als je die drie onderwerpen goed hebt geregeld, dan ga je succesvol zijn. En je ziet ook in andere ekendorpen een charismatische leider, die zie je er eigenlijk nooit. Want dan word je geen gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid. Nou, ja, dat was een fijne bijeenkomst. Iedereen is gehoord en we zijn tot een besluit gekomen. Ik heb enorm genoten van het ervaren van het. Voor de naderende oorlog was er geen besef. De naïviteit waarmee men bezig was. Het is bijna schrijnend als je weet wat er even later gebeurde. Het was gewoon feest. Het was feest, ja. Eeuwigdurende vrede, wie weet. Eeuwigdurende vrede. En wat deed Van Ede in die tijd? In die onzekere, achteraf gezien zo gevaarlijke dagen voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog komt ook hij met een groot project. Om de wereldvrede te bewaren, dat spreekt, maar ook om de wereld verder te verbeteren. Hij stuurt brieven naar de grote intellectuelen van Europa. Schrijvers als Erich Goedkind en Upton Sinclair. Anarchist Gustav Landauer. Politicus Walter Rathenau. Filosoof Martin Buber. Van Ede wil hem bij elkaar brengen in een groep, de Fortekreis, een bloedbond van koninklijke van geest. Alleen, wat is eigenlijk het plan? Een goede vraag, ja. Wat is het plan? Hij kreeg in de antwoorden op zijn brieven, kreeg hij voortdurend de vraag ook, ja, wat wil je nou precies, enzovoorts. Hè? En, nou ja, dan antwoordt hij weer in wat vage bewoordingen. Maar ik heb het nagegaan dat al deze mensen die hij bij elkaar brengt enorme vereerders van Nietzsche zijn. En Nietzsche met zijn Übermensch, die qua intelligentie, qua gevoel intenser is dan wie dan ook. En de vermolmde oude tijd die moet achter worden gelaten.
Ik begin hem te voelen. En deze mensen zijn de voorafschaduwing van deze nieuwe Übermensch. Ja, ja. Het is natuurlijk enorm gehannes om ze allemaal bij elkaar te krijgen. Maar op een gegeven moment is het zover. Dan komen ze in juni 1914 bij elkaar. In Potsdam, bij de paradeplaats. Waar de militaire macht van Duitsland zich etaleert. En niemand van de intellectuelen beseft wat er in Europa dreigt. De Eerste Wereldoorlog is verschrikkelijk voor hem geweest. Alle contacten verloor hij met zijn internationale vrienden. Vrienden ontpopten zich als racisten, Duitsers tegenover Joden. Ze ontpopten zich als nationalisten, extreme nationalisten. En hij was verbijsterd, alle illusies kapot. En hij probeert dan het spiritisme te zoeken. En het gaat zelfs zo ver dat hij meent tijdgenoten van Jezus weer te kunnen ontmoeten. Het is een soort waanzin die hem overvalt, een spiritistische waanzin. Ten slotte bekeert hij zich tot het katholicisme, tot grote verontwaardiging van een aantal vrienden. Omdat hij in het verleden zich talloze malen tegenover het katholicisme had gesteld. Maar het was voor hem ook een verlossing, omdat hij dankzij het katholicisme de biecht had. En alles wat hij ooit in zijn leven misdreven had en ooit wat hij nog zou doen, dat kon hij via de biecht kon hij kwijtschelding krijgen. En dat alles bij een man die altijd zoekende was geweest, hij hield op met zoeken. Het was afgelopen, ja. Alle autonomie was verdwenen. Hij was alleen nog maar gepreoccupeerd met het kleine leven daar op Walden. En je ziet hoe zijn wereld steeds kleiner wordt. Die idealen die waren verdwenen. En langzamerhand zie je hem dementeren. Maart 1927. Ik ben zeer suf en dromerig. Elke morgen nog weer die nevelen over mijn geest. Ik kan niet meer optellen. Ik weet niet welke dag het is. Ik weet dat er een massa gedachten en neigingen in mij zweeft. Maar het komt niet naar voren. Soms voel ik het oude leven weer opduiken. Dan komt het vuile en sliert er weer overheen. Als een nevel die mijn gedachten weer opslorpt. Je ziet hem als een oude man door Walden sloffen. Datgene wat zijn grootste kolonie had moeten zijn, dat is nu nog toevluchtsoord voor een treurige oude man die geen vat meer heeft op de wereld. Moe, uitgeput, zich voorbereid op de dood. Frederik van Ede, de bouwer van een nieuwe wereld, raakt zichzelf kwijt tussen de brokstukken van de oude. De wereld die zichzelf haast tot vernietiging had gebracht, met dank aan de moderne technologie. Het was net waar Van Ede al van jongs af aan voor had gewaarschuwd, de keerzijde van de vooruitgang. Want de mens bouwt die technologie, maar houdt hij die ook in de hand? De 19e eeuw mocht met de Eerste Wereldoorlog dan voorgoed voorbij zijn, die vraag bleef. Want de vooruitgang bleef. Tot op de dag van. Technologie, vernieuwing en vooruitgang, dat merkten mensen in de 19e eeuw al. De treinen, de trams, de machines, de vernieuwingen van de IJzeren Eeuw. Allemaal vooruitgang natuurlijk. En toch leek het leven er ook iets bij te verliezen. Eenvoud, rust, de menselijke maat. Bij alle mechanische vooruitgang leek de wereld zelf wel een machine geworden. En de mens daarin niet meer dan een radertje. Ontzield. Gevangen. De IJzeren Eeuw kreeg iets van een ijzeren kooi. Er heerste een verdovend geraas.
Overal rammelde, ratelde, stampte en dreunde het. Johannes zag alle hoeken der grote stad. Hoe het grote monster leefde, hoe het ademde en zich voedde. Hoe het in zichzelf verteerde en uit zichzelf weer opgroeide. Johannes, dat is de held van De Kleine Johannes, 1887, van Frederik van Ede. Toen een jonge schrijver en in ons land een van de eerste die woorden gaf aan een gevoel dat je ook vandaag de dag heel goed kan bevangen. Een gevoel voor de onheilspellende keerzijde van de vooruitgang. Van Ede was een zeer veelzijdig persoon. Het was misschien wel de laatste homo universalis van Nederland, als je het zo kan beschouwen. Hij was dichter, schrijver, arts, psychotherapeut. Hij heeft dat hier in Nederland geïntroduceerd. Psychotherapie was een gebied wat onontgonnen was. Hè. Het was niet zo van, je sluit je aan bij een richting van psychotherapie. De hele term was nog onbekend. Sterker nog, men dacht in die tijd, de paar mensen die zich daarmee bezighielden, met geestesziekten, zoals het dan heette, die mensen die dachten dat het veroorzaakt werd door lichamelijk dysfunctioneren, een of andere ziekte die in het lichaam zat, hersenziektes of afwijkingen in het zenuwgestel. Zij was de eerste eigenlijk die de omgeving betrok bij het ontstaan van psychische stoornissen. Het is soms de wereld die je ziek maakt. Het is de wereld, het is de maatschappij, het zijn de mensen om je heen, het zijn je omstandigheden, het is de armoede. En vandaar ook later zijn belangstelling voor de omgeving. Het is nu gemeengoed geworden, maar voor die tijd was het revolutionair. Het was een unieke visie die pas decennia later door zijn vakgenoten zou worden overgenomen. Van Ede, baanbrekend psychiater van de generatie van Sigmund Freud, die hij ook kent. Even een proef op de som, nu ik er toch ben. Wij proberen onthaaste historische vertellingen te maken. Rond switcht die heen en weer, ja. Niet slecht, zeg. Nee, hè? Hallo. Ah. Wat een heerlijk weer hebben we vandaag. Nou, geweldig. Hoi. Hans Goedkoop. Nou, fijn dat we langs mogen komen. Ja, gezellig. Wie woonde hier in de tijd van Walde? Hier woonde Truida Evers, de tweede vrouw, de latere tweede vrouw van Frederik van Ede. Het is hem toch? Ja, dat is hem. En dit is, is dit Truida? Dit is Truida. Zangeres, actrice, danseres, weet ik eigenlijk niet precies. Gelukkig echtpaar, als je het zo ziet. Ja, ik geloof het ook wel, wat ik erover heb gelezen tenminste. Maar een oordeel te vellen, hè? Over een huwelijk. Je weet het nooit. En nu heeft u hier op het terrein ook nog de hut. De hut staat er ook nog. En hij ligt een beetje verstopt. Ah. Oh, oké. Okay. Ga maar naar binnen en laat het op je inwerken. Nou, dank je wel. Dank je. Dit is de hut van de meester. Ja, dat is hem. Aan die schrijftafel moet u onder meer van de Koelemeer des doods hebben geschreven. Alleen hij stond niet op de oorspronkelijke plek. Hij stond oorspronkelijk in de tuin van de lelie. Bij de eerste vrouw, Martha? Bij zijn eerste vrouw, ja. En toen hij gescheiden is, in 1907, en hertrouwd met koloniste Truida Evers, toen is de hut hier naartoe verplaatst. Naar de volgende vrouw? Naar het huisje van de volgende vrouw, van zijn tweede vrouw. Martha zat even verderop. Ja. In een villa. Ja. En dan woonde hier een Truida en dan verhuisd van Ede. En je vergeet met nog iemand, hè? Betsy van Hoogstraten, zijn muze. Zijn platonische vriendin, die woonde aanvankelijk ook hier. Vlakbij, tegenover Martha. Het was een beetje veel. En die spanningen tussen eerste en tweede vrouw en vriendin en minnares, ja, en alles, daar genoot de hele gemeenschap van mee. Ja,
En dat is ook een reden geweest, daardoor het in 1903 althans een tijdje helemaal niet goed ging. Omdat mensen toen merkten dat Van Ede echt heel serieus met Truida wat wilde. En er zijn een aantal kolonisten uit solidariteit met Martha vertrokken. En hoe functioneerde Van Ede als leider? Dus we hebben natuurlijk een prachtige plek voor natuureducatie. We maken ook hier producten op het land, die worden verkocht. Dus en we eten ons eigen eten op, dus het is produceren van het eten wat je dan niet hoeft te kopen. Hè. Dus je leeft niet zo duur. Precies. Wat is dit? Een hexagon. Een zeshoekig bouwwerk. Dus uit zes wanden is hier een kleine modelwoning gebouwd. Dit staat voor 100 jaar en als je het bijhoudt nog langer. Dus het... En hoe lang gaat het nog duren, denk je, voordat jullie in hexagonen wonen? Dan zou dus binnen een jaar tijd voor een aantal mensen gewoon de woningen neer kunnen zetten. Wat is het nou mooier hè, dan je eigen huis te bouwen van materiaal die je zelf hebt geoogst? Zo, ertussen. En dan glijdt hij naar beneden. De oprijlaan van Villa de Lely van Frederik van Ede en zijn vrouw Martha van Vloten. Hier woonde hij met zijn gezin. Hier had hij ook een studeerkamer. Het is een hele mooie villa. Lang gerekt, heel sfeervol. Hij woonde hier grotendeels, maar hij had ook een hut in de tuin. Dus af en toe dan werkte hij daar en heeft daar ook geschreven. Hij had dus een simpel hutje, maar hij woonde ondertussen in een riante villa. Ja, en dat was ook een beetje gek. Het werd ook gek gevonden. Hij bedoelde het goed, maar hij wilde één met de andere zijn, maar hij was het toch niet. Hij had ook andere werk te doen, vond hij schrijven. Onder andere op reis gaan. Dus het was een dubbel leven wat hij leidde. Dat brak hem op den duur ook op. En het werd hem ook kwalijk genomen door de kolonisten. Hij was er wel, maar hij was er niet. En zijn vrouw? Die hield zich afzijdig van de kolonie. Ze was wel een hele vriendelijke vrouw op de achtergrond. Maar ze nam geen deel. '98, kijk. Dus hij wil het leven vereenvoudigen. Ja, en niets mag lijken op de sfeer van de stad. En zoals hij het hier schrijft, teken ik daar ook voor. In de hut op Walde, goed weer, nog niet warm. 5 augustus 1898. In de hut... Het heelt mij, het voelt mij, het maakt me blij. Joehoe! Links is de kaart van hoe het was toen we hem kochten. Dan zie je hier 3 grote platformen met heel veel loodsen. Hier een entree met die 2 dienstwoningen ervoor. Dus, we staan nu hier in dit gebouw. In het midden staan wij nu. Nou, eigenlijk zitten alle elementen in die wij voorzien. Dus hier gaan we wonen. Zelfde bouwen huizen. Dan komen hier gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld voor een winkel. Cursusruimtes. En hier in het hart, het cultuurplein. Waar openluchttheater kan plaatsvinden. En hier lopen als een bomkrater. Hè? Dat zie je. Dus, hier is... bom ontploft en later weer dichtgemaakt. En daar ook nog één en daar nog één. Dus er zijn hier behoorlijk wat bommen gedropt. Het doet toch wel een beetje denken aan Walde van Ede. Ja, behoorlijk. In mijn ervaring is het bouwen van een dorp is niet zo moeilijk, maar het bouwen van een gemeenschap, dat is lastig. Dus dat zijn we ook aan het leren. Gooien we alles in een pot en halen we eruit wat we nodig hebben. Dat zou mooi zijn. Of... Dat is voor jullie hier ook nog een discussie? Ja, daar zijn we nog mee bezig. Kijk, ik kan zeggen, nou, iedereen moet zijn eigen broek ophouden financieel. Maar ik kan ook zeggen, ook dat gaan we delen. Dus dat is ook voor ons nog uitvinden van hoe ver durven we daarin te gaan. Nou, willen jullie zelfvoorzienend worden? Maar waar ga je nou van leven? Ja, we gaan natuurlijk een aantal bedrijven opzetten. Een bouwbedrijf,
De huizen die we zelf gaan bouwen, die technieken die gaan we natuurlijk ook bij andere mensen gaan doen. Educatie wordt een heel belangrijke poot. Dus we hebben natuurlijk een prachtige plek voor natuureducatie. We maken natuurlijk hier producten op het land. Die worden verkocht. Dus en we eten ons eigen eten op. Dus het is produceren van het eten wat je dan niet hoeft te kopen. Hè. Dus je leeft niet zo duur. Precies. Wat is dit? Een hexagon. Een zeshoekig bouwwerk. Dus uit zes wanden is hier een kleine modelwoning gebouwd. Dit staat voor 100 jaar en als je het bijhoudt nog langer. Dus het... En hoe lang gaat het nog duren, denk je, voordat jullie in hexagonen wonen? Dan zouden dus binnen een jaar tijd voor een aantal mensen gewoon de woningen neer kunnen zetten. Wat is het nou mooier hè, dan je eigen huis te bouwen van materiaal die je zelf hebt geoogst? Zo, ertussen. En dan glijdt hij naar beneden.